Vanavond een speciale uitzending voor alle ouders en verzorgers van de leerlingen in groep 7 en 8 van de basisscholen in West-Friesland. Met een flinke knipoog naar een bekend tv-format is dit De RSG Draait Door. Goedenavond allemaal en welkom bij De RSG Draait Door. Vanavond geen virologen of nieuws over de Voice of Holland, maar een speciale uitzending voor alle ouders en verzorgers van de groep 8 leerlingen in West-Friesland die binnenkort een nieuwe middelbare school moeten gaan kiezen. Normaal gesproken hadden we iedereen daarvoor graag uitgenodigd hier op onze open dagen om kennis te maken met de school en de sfeer te proeven. Maar dit zijn geen normale tijden. En daarom hebben we gekozen voor een tv-studio en een tafel met enthousiaste gasten. Heeft u tijdens deze avond een specifieke vraag, dan is er in de Teams-omgeving een chatkanaal beschikbaar en wij doen ons best om uw vraag zo snel mogelijk en zo helder mogelijk te beantwoorden. Vanavond hebben we aan tafel onder andere brugklascoördinatoren Bart van Rijn en Sander de Jong. En ook speciaal welkom aan twee leerlingen van deze school, Femke en Nout. Maar voordat we met jullie gaan praten, eerst maar eens eventjes sfeer proeven. Hoe ziet de RSG eruit in 2,5 minuut? Welkom op de RSG Enkhuizen, een school die meer biedt dan alleen een diploma. Natuurlijk ga je naar de middelbare school om je diploma te halen, maar wij bieden je meer, waar je de rest van je leven wat aan hebt. Je start in de gemengde brugklas voor VMBO, HAVO en Atheneum. Of je kiest voor tweetalig onderwijs, dan krijg je veel vakken in het Engels en ga je op reis naar Engeland. Je voelt je dan in no time thuis in de Engelse taal en cultuur. We geven je het eerste jaar veel tijd om te wennen aan de school en je nieuwe klas. Zo gaan we in de derde schoolweek 4 dagen met elkaar op brugklaskamp. Hier maak je nieuwe vrienden en leer je de klas echt kennen. We zijn trots op de sfeer in onze school. Leraren zijn toegankelijk. Je kunt altijd terecht bij je docent, je mentor, de conciërge of wie je dan ook wilt spreken. Als brugklasser heb je zelfs je eigen brugklasaula en het brugklasdomein. Een soort huiskamer waar je naartoe kan als je hulp nodig hebt of als je je huiswerk wilt maken. Samen houden we vanaf dag 1 je ontwikkeling goed in de gaten, zodat we als het nodig is snel je manier van leren kunnen bijsturen. In de app en online kun je zelf in de gaten houden hoe het gaat en je huiswerk inzien. Oh ja, je ouders kunnen ook meekijken. Maar natuurlijk zijn de lessen het belangrijkst. Onze docenten gaan doelgericht met je aan de slag om te zorgen dat je zo goed mogelijk bent voorbereid op je toetsen. Maar er is meer dan alleen de gewone vakken. Je kiest bij ons uit 1 van de 4 stromen. Sportstroom. De sportstroom gaat verder dan normale gymlessen. Als je voor sportstroom kiest, ga je 2 uur per week sportief aan de slag. Je maakt kennis met allerlei sporten zoals boksen, dansen en skiën. Young Life. Door te praten, te doen en te onderzoeken ga je bij de Young Life stroom ontdekken wie je bent en hoe jij in de wereld staat. Je krijgt tips over keuzes maken, onzekerheid en omgaan met emoties. Hier bouw je aan de beste versie van jezelf. Science en ICT. Bij Science en ICT leer je hoe je wetenschappelijk onderzoek doet. Hiervoor doe je allerlei proefjes. Daarnaast doen we veel aan ICT. Zo bouw je robots en leer je deze te programmeren. Of maak je je eigen game. Kunst en cultuur. Bij kunst en cultuur maak je kennis met toneel, muziek en kunst. Je gaat een schilderij maken, grafiek drukken en dat is maar een kleine greep van wat je allemaal in deze stroom doet. Kortom, we leren je om te zijn wie je bent en helpen je te worden wat je wilt worden. Kom jij ook naar de RSG Enkhuizen? Zo, dat was de hele school samengepakt in 2,5 minuut. Prachtige beelden. Veel enthousiasme. Bart en Sander, nogmaals, jullie zijn de brugklascoördinatoren hier op deze school. En Bart, om met jou te beginnen, waarom zou een groep 8 leerling nou voor de RSG moeten kiezen? Ja, goede vraag. Ik ben zelf altijd heel trots op de sfeer hier op school. En ja, de sfeer, die moet je natuurlijk proeven, ervaren. Ja. En dat is natuurlijk nu wel een beetje lastig. Hè? Nu we dat allemaal online doen ook. Ja. En aan de hand van een filmpje of een verhaaltje kan je dat natuurlijk niet voelen. Daarom nodig ik ook eigenlijk de ouders en leerlingen ook uit om zich in te schrijven voor de rondleiding. Want volgende week zijn er allemaal rondleidingen hier op school. Tijdens een lesdag ook gewoon. Dus dan kan je denk ik heel goed ervaren en sfeer proeven op de RSG Enkhuizen.
En na de voorjaarsvakantie, dan nodigen we ook de basisscholen nog een keertje uit om de vier stromen te bezoeken. En dan kunnen ze nog een keer die sfeer waar ik eigenlijk heel trots op ben, ervaren. Ja, nou, dat klinkt wel als een positief bericht, dat er toch nog wel het een en ander kan in deze bijzondere tijden. Er mogen dus nog wel gewoon leerlingen hier op school de sfeer komen proeven. Ja, uiteindelijk wel. En na de voorjaarsvakantie gaan we daarmee aan de gang. Hartstikke goed. Hey, Sander, een groep 8 leerling heeft een moeilijke keuze voor de boeg. Hè? Welke middelbare school wordt het? Eigenlijk voor jou dezelfde vraag. Wat maakt die RSG nou bijzonder? Waarom zou die leerling voor de RSG moeten kiezen? Deze school is echt zichzelf, doordat leerlingen echt zichzelf kunnen zijn hier. De sfeer, is al de Bart ook gezegd, is echt een belangrijke factor hier op school. Daar doen we veel aan in de mentoraat. En gedurende de lessen, alle leerlingen lopen door elkaar heen hier op school. Wat ervoor zorgt dat het een één grote groep is. En dat ervaar je goed als je hier rondloopt. Ja. Ja, dus echt alle niveaus door elkaar, alle jaarlagen door elkaar, van groot tot klein, alle hoeken gevuld met allerlei verschillende soorten leerlingen. Ja, dat is goed samengevat. We hebben hier lokale straten eigenlijk, waar je les hebt. Dus wiskunde zit in een bepaalde hoek van het gebouw. Aardrijkskunde geschiedenis is weer een andere vleugel. En in die vleugel lopen alle kinderen van alle leerlagen door elkaar heen, waardoor het een eenheid is. Hartstikke goed. Hartstikke goed. En dat is gewoon heel bewust gedaan. Ja, daar is voor gekozen. Goed zo. Nout en Femke, jullie zijn onze ervaringsdeskundigen vanavond aan tafel. Nogmaals, dankjewel dat jullie er zijn. Hey, voor jullie beiden de vraag, en laten we beginnen met Femke. Waarom heb jij voor de RSG gekozen? Nou, toen ik het voor de eerste keer zag, toen ja, het gaf me wel een fijn gevoel ook. En ik hoorde ook van veel andere mensen dat hun het ook wel heel leuk vonden daar. En ja, het voelde gewoon heel fijn en het was ook een kleine school. Ja. Dus dan wist ik al dat je makkelijk dingen kon vinden. En ik zag ook dat er veel bordjes hingen de eerste keer met waar de lokalen zijn. Dus dat hielp ook wel om het te vinden. Ja, is wel prettig, hè? Ja. Als je dan toch een zoektocht moet hebben, dan het liefst met wat hulp. Ja. Hey, en kun je dan dat je hebt het over een goed gevoel. Wat is dat dan precies? Ja. Het is moeilijk uit te leggen. Ja, je voelt gewoon die sfeer. Ja. Ja. Heeft het iets te maken met je thuis voelen? Ja, wel een beetje. Oké, hartstikke goed. Nout, wat herken je dat gezellige? Ja, en ik vond het fijn omdat het niet zo ver van mijn huis is. En ik heb ook voor deze school gekozen omdat mijn broer en mijn zus erop hebben gezeten. En die zei dat het een hele leuke school was. Oké, hartstikke goed. Hey, en inmiddels zijn jullie, nou ja, ik noem jullie al ervaringsdeskundigen. Jullie kennen inmiddels de school van binnen tot buiten. En je weet dus ook inderdaad echt hoe het elke dag voelt. Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Voldoet de verwachting, komt die verwachting uit? Ja, ik vind het heel gezellig hier ook. Met de leerkrachten kan je soms ook gewoon nog fijne gesprekken voeren. Dus dat vind ik ook altijd wel fijn. Ja, ja. En Nout? Het is ook fijn dat je alles plekken weet, dan zit je niet elk uur te zoeken naar, oh shit, waar moet ik nu heen? Hartstikke goed. Dus het is heel snel heel gewoon. De eerste week is even lastig, want dan moet je zoeken waar je allemaal naartoe moet. En dan moet je dat nog heel veel vragen. Maar daarna lijkt het alsof het nooit anders geweest is. Tenminste, dat is mijn ervaring met mijn leerlingen in mijn klas ook altijd. Hartstikke goed. Hey, Bart, terug naar jou. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft toelatingseisen. Deze school dus ook. Kun je iets uitleggen wat voor deze school de toelatingseisen zijn? Talent. Maar goed, dat hebben alle kinderen natuurlijk, talent. Zeker weten. En nou, zoals jullie daar ook achterin kunnen zien. Je hebt een gemengd kader MAVO-advies nodig om bij ons in de brugklas te starten. Of uiteraard hoger. Dus HAVO-Atheneum kan natuurlijk ook. Ja. En daarbij kies je dus uit de gemengde brugklas. En daar krijg je 11 vakken in het Nederlands. Of je kiest voor tweetalig onderwijs en dan krijg je de vak in het Engels, behalve Nederlands en Frans. Oké, hartstikke goed. Hey, en Sander, leerlingen met verschillende adviezen bij elkaar in één klas, hè, en daar ben ik wel benieuwd. Hoe zorgen jullie er dan voor dat die leerlingen aan het einde van dat eerste jaar op het juiste niveau terechtkomen? Ja, het niveau is natuurlijk altijd een interessant gegeven. Dus vanuit de basisschool krijgen ze een advies mee. Ja. Het woord zegt het al, dus het advies, dat is de richting waar ze op dat moment op scoren, zeg maar. En gedurende de brugklas en de jaren daarna kan dat veranderen. Wij merken door de gemengde brugklas dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. En we toetsen op verschillend niveau. We toetsen op MAVO-niveau, dat zijn A-cijfers.
En we toetsen op B-niveau, dat zijn HAVO-VWO-cijfers. Dan is de stof wat moeilijker. Op het moment dat leerlingen mooie B-cijfers halen, kunnen ze naar de HAVO, halen ze supermooie B-cijfers, kunnen ze naar Atheneum. Lukt dat niet, gaan ze naar de MAVO. En zo maken wij een inschatting waar ze terechtkomen in het tweede jaar. Natuurlijk zitten er wel eens naast. Ja. En dan kan het zijn dat de leerling vanuit MAVO 2 naar HAVO 2 gaat, omdat hij zich iets later ontwikkelt, iets serieus aan de slag gaat. En heel af en toe gebeurt het ook wel eens dat een leerling naar HAVO 2 gaat, het dan toch niet helemaal geregeld krijgt. Ook niet met extra ondersteuning. En dan gaat hij terug naar MAVO 2 of naar MAVO 3. Ja, maar als ik het eigenlijk kort samenvat. Ik hoor vanaf het allereerste begin wordt elke leerling gevolgd. Goed in de gaten gehouden natuurlijk van hoe ontwikkelt die leerling zich. En steeds meer richting het einde van het jaar. Wat is dan dat juiste niveau? Maar daar houdt het niet op. Op het moment dat ze verder door die school heen gaan, blijft die aandacht en blijft dat monitoren, dat blijft gewoon heel belangrijk. Ja, zeker. De mentor heeft daar een belangrijke rol in. En die heeft daar ook over, contact over met, haar, met thuis. Hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed. Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs is moeilijk. Het is een grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En gelukkig zijn de meeste leerlingen heel goed in staat om daar zelf hun weg in te vinden. En op een gegeven moment voelt het alsof het nooit anders geweest is. Maar als die kinderen die overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs nou echt lastig vinden, is daar dan ook aandacht voor? Daar is zeker aandacht voor. We hebben op de RSG de kleine brugklas. Die is voor leerlingen die echt moeite gaan hebben met de overstap. Je gaat naar een school, een wat grotere school, je hebt verschillende docenten. Dat is voor alle leerlingen al lastig. En er zijn leerlingen die vinden dat niet extreem, maar die hebben daar wat meer moeite mee. Ja. En die komen in de kleine brugklas. Dat is een klas van maximaal 18 leerlingen. En daar is meer aandacht voor een soepele overgang. En daarin is aandacht voor leren leren. Doordat ze maar met z'n 18 zijn, krijgen ze meer individuele begeleiding. En kunnen ze een goede overstap maken naar het tweede leerjaar. Oké. En je noemt het de kleine brugklas. En dat is dus echt puur omdat het qua leerlingenaantal een kleinere klas is. Niet omdat het gaat om de leerlingen die kleiner zouden zijn. Het gaat om de leerlingenaantallen. En door het kleinere leerlingenaantal eigenlijk meer tijd per individuele leerling bij de begeleiding in dat eerste jaar. Ja. Hartstikke goed. Dat is dus in het kort. Hè, hoe komt een leerling hier binnen? En nogmaals, Nout en Femke zitten hier als ervaringsdeskundigen aan tafel. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, Nout en Femke, hoe een gemiddelde dag van jullie eruit ziet. En om die reden hebben we jullie een dag lang gevolgd. En daar gaan we eens even naar kijken dan. Vandaag kijken we een dag mee met twee leerlingen die nu in de brugklas op de RSG zitten. We gaan ze volgen vanaf het moment dat ze aankomen totdat ze weer naar huis gaan. Zo hopen we een goede indruk te kunnen geven van hoe een dag op de RSG eruit ziet. De leerlingen die we gaan volgen zijn Nout Heijner, die in Enkhuizen woont en 12 jaar oud is. En Femke van Velsen uit Hoek-Kaspel, die ook 12 jaar oud is. Misschien kende je deze twee gezichten al. Want dit zijn de leerlingen die dit jaar op de cover van het RSG Magazine staan. Goedemorgen. Alle leerlingen hebben op de RSG een eigen kluis, waarin ze hun jas, tas, gymtas en boeken kunnen bewaren. Het eerste uur volgen Nout en Femke Frans bij meneer Dorfman. Laten we gauw gaan kijken. We gaan echt beginnen nu, hè? Hey, we gaan even leren tellen van 1 tot en met 20. We gaan meezingen, hè? Let op. Daar komt ie, daar komt ie, daar komt ie. Uit volle borst. 12 vak Frans, een van de vele nieuwe vakken voor brugklassers. En aangeschoven zijn twee collega's van mij, Barry Dammers van Lichamelijke Opvoeding. We gaan straks met jou praten.
En de hoofdrolspeler in het filmpje van zojuist, Frederik Dorfman. Goedenavond en welkom. Nou staat er op mijn vragenkaartje dat ik meneer Dorfman tegen u moet zeggen. Maar ik hoop dat ik mag tutoyeren om het maar even uiteraard. De juiste stijl te houden. Hartstikke goed. Hey, Frederik, een nieuw vak, Frans. Vertel eens wat over dat vak. Mijn vak is eigenlijk een taal. En mijn taal, Frans, is een prachtige taal. Ik moet altijd denken aan de eerste keer dat ik de liefde wilde verklaren aan mijn vriendin, mijn Hollandse vriendin. Ik sprak nog geen Nederlands en ik vroeg aan haar, hoe zeg je je t'aime in het Nederlands? En ze zei, ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik vond het zo lelijk. Je t'aime. Dat is toch 100 keer mooier. En dat wil ik aan mijn kinderen laten horen, dat mijn taal een prachtige taal is. Als ik in Frankrijk ben, kom, nadat ik hier een jaar heb gezeten en ik hoor Frans om me heen praten, denk ik, wow, wat een mooie taal. En ik hoop dat ik dat kan bereiken om mijn kinderen deze taal leuk te laten vinden. Ik denk dat het dat gaat lukken. Ik wil ervoor zorgen dat mijn kinderen einde van het jaar gewoon naar Frankrijk kunnen gaan, daar een broodje kunnen kopen, een colaatje kunnen bestellen op het terras, in het Frans kunnen bestellen en betalen. En dat ze kunnen daten. Hè? Dus dat is een beetje mijn doel in de brugklas. Het Frans zo toegankelijk maken en zo vrolijk overbrengen, dat de kinderen denken, wow, dat is niet alleen een mooie taal, maar ook een leuke taal om te leren. Dat is mijn doel. Prachtig vak. Ik hoop dat dit vak heel lang blijft leven op deze school. Ja, en Frederik, ik geef je eventjes alle ruimte, hè, want met 40 jaar ervaring voor de brugklas ben je, ik zeg het met respect, een van de nestors van deze school. Een groot aantal ouders van de huidige leerlingen hebben zelfs nog bij jou misschien in de klas gezeten. Heel veel. En er zullen er vast vanavond een aantal zitten te kijken. Ja. Dus meteen de herkenning, hopelijk. Wat mij vooral heel erg opvalt, behalve de passie en de liefde voor de taal, is de energie die je hebt voor de taal en voor het vak en voor het lesgeven. Leg mij nou eens uit, met wat minder ervaring onder de broek. Waar haal je die energie vandaan? Het komt van twee kanten. Aan de ene kant, je moet je vak leuk vinden. Als je je vak leuk vindt, breng je dat met plezier over. En plezier duurt eeuwig. Maar als je 's ochtends vroeg op school komt, je hebt slecht geslapen, je bent moe, je doet je deur open en de leerlingen komen met een enorme glimlach binnen. En ze doen heel leuk mee tijdens je lessen. Dan vergeet je je hoofdpijn en dan word je gewoon blij om 30 van die kotels voor je neus te hebben. En dat duurt bij mij vanaf het begin. En dat is echt niet minder geworden. Dat is zelfs, ik vind het misschien zelfs beter geworden. Dus die energie, die krijg ik echt van de kinderen. Wauw, ja. Vanaf het allereerste begin van de dag. Ja, echt, het is echt zo. Dat, energie, plezier, vrolijkheid, geluk. En dit is waarom ik hier gebleven ben op deze school. Kijk, deze school is natuurlijk een prachtige school. Ik heb me hier altijd ontzettend lekker gevoeld. Maar als ik wiskunde had gegeven, had ik exact hetzelfde gevoel gehad. Die blije gezichten, daar kan je opteren. En dat doe ik al 40 jaar. Wauw. Ja. Frederik, een enthousiast en inspirerend verhaal met zoveel ervaring en zoveel passie voor het vak en voor de taal. Nout en Femke, jullie hebben meneer Dorfman als docent Frans. Hè? Nout, dat enthousiasme voor die taal, krijg je dat een beetje van hem mee? Ja, zeker. Hij doet altijd met filmpjes, net zoals je het filmpje zag. Dan doet hij met tellen, gaat hij helemaal meedansen en dan gaat hij zorgen dat wij ook goed meedoen. Ja. En voor de toetsen gaat hij goed leren in de les. Gaat hij de woordjes, gaat hij met ons leren en de zinnen. Dus dat is wel heel fijn. Dus dan heb je een goed gevoel voor de toets. Ja, dus van dat allereerste begin, van die allereerste les met die allereerste woordjes, tot aan de toets die dan komt en dan daarna ook gewoon lekker verder. Hartstikke goed. Hey, en heb je nou al gemerkt dat de lessen Frans je al iets hebben opgeleverd? Ja, zeker. Want ik ben in de kerstvakantie naar Frankrijk geweest en toen heb ik een beetje geoefend om iets te bestellen bij de bakker en het is best wel goed gelukt. Ja, want hoe ging dat dan? Neem ons eens even mee naar die boulangerie dan. Ja, ik maakte wel één foutje, alleen voor de rest ging het wel goed. Ja,
En het allerbelangrijkste, kreeg je mee wat je van plan was om mee te willen krijgen? Ja. Gelukt dus. Hartstikke goed. Hey, en Femke, Femke en Frans, is dat een mooie combinatie? Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. En ja, zoals al werd gezegd, je krijgt goede tijd om ook in de les al te leren. En er wordt ook veel met liedjes gewerkt, zodat je dingen beter kunt onthouden. En ondertussen worden er ook door Dorfman een aantal verhalen verteld, wat hij heeft beleefd en zo. Dus dat mooi. Dat maakt het ook wel leuker. Ja. Dan gaat de tijd ook sneller, hè? Ja. Hartstikke goed. Nou, dankjewel voor de verhalen en de ervaringen. En we gaan verder met de dag van Nout en Femke. En inmiddels, we gaan het pand uit. We gaan naar een volgende les toe. We gaan nu naar de gym. Ja, en dat is dan weer een heel ander soort vak wat je op de middelbare school krijgt. Gymnastiek of lichamelijke opvoeding. En aan tafel zat al docent lichamelijke opvoeding Barry Dammers. Barry, nogmaals welkom aan deze tafel. Dankjewel. Hey, jij bent docent lichamelijke opvoeding. We zagen je net in dat filmpje. Hoe zien die gymlessen er hier op de RSG eigenlijk allemaal uit? Nou, we beginnen altijd met de buitenperiode. En daarin daar sporten we op de sportvelden van SV Enkhuizen. Hebben we de beschikking over een kunstgrasveld, voetbalkunstgras, maar ook hockeykunstgrasveld en natuurlijk de normale velden. En daar doen we sporten zoals voetbal, hockey en softbal. Okay. Daarna gaan we in de winter, in de binnenperiode, sporten we in de Drecht. En dat is eigenlijk de sporthal die tegen de school aanzit, inderdaad, ja. En dat is maar 10 seconden lopen voor de leerlingen van de school naar de Drecht. En daar doen we andere onderdelen, zoals turnen, volleybal en basketbal. Een uitgebreid programma, heel veel verschillende sporten, heel veel verschillende bewegingservaringen. Hartstikke Zeker, goed. Ja. Hey, en dat je hebt het over de zomerperiode, dat jullie buiten gymlessen hebben. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe komen die kinderen daar dan op dat buitenveld? Nou, die leerlingen gaan op de fiets naar de velden toe. En in principe is er een heel mooi fietspad die ze daar naartoe leidt. Dus dat is kan heel veilig. En ze mogen altijd 10 minuten eerder de les uit. En ze kunnen ook altijd wel 10 minuten later bij onze les inkomen. Zodat ze genoeg tijd hebben om te fietsen en om te kleden. Ja, hartstikke goed. En als ze het even niet weten, dan kunnen ze altijd met iemand anders mee fietsen die het wel weet natuurlijk. Ja, hartstikke goed. Hey, Nout, Femke, de gymles, hè? Een heel ander vak dan toen het Frans. Femke, wat vind je van die gymlessen? Ja, ik vind dat wel leuk, want je kan ook fijn bewegen. En je gaat toch dingen doen waarvan je normaal zou denken dat je het nooit zou doen, maar uiteindelijk wel leuk vindt. Oké, kun je een voorbeeld geven? Ik heb eigenlijk nooit echt heel veel gedaan met turnen en zo, maar ik vind het uiteindelijk toch wel leuk en het gaat ook best wel goed. Oké. Hey Nout, voor jou datzelfde gevoel? Dingen die je nog nooit eerder gedaan hebt? Ja, en je ziet ook dat bij sommigen je wat minder goed in bent en dan uiteindelijk na een maand of zo dan ben je er weer wat beter in, omdat ze dat heel goed uitleggen in de les. Ja, wat was voor jou tot nu toe de leukste ervaring bij de gymles? Wat heb je geleerd waarvan je denkt van, nou? Nou, ik denk bij turnen dat ik bijna zeg maar zo erop ga op de mat en dan met je benen swingen en dan weer opstaan. Dat ik, ik weet niet hoe ik het kan. Nee. Ik weet niet hoe het heet, maar. Nee, maakt ook niet uit. Als je maar weet hoe het moet op een gegeven moment. Dat was iets wat je nog nooit eerder gedaan had. Ja. En wat je dus nu gewoon tegen jezelf kan zeggen, kijk, dat kan ik. Ja. Hartstikke goed. Nou, dat zijn mooie ervaringen, Barry, van heel veel verschillende sporten iets leren en ontdekken dat bewegen inderdaad gezond is en ook ontzettend leuk is om te doen. Zeker. Jij bent behalve docent lichamelijke opvoeding, ben je ook betrokken bij de sportstroom. Hè? Een van de 4 stromen op deze school. Vertel eens wat over die sportstroom. Ja, de sportstroom, daar kunnen leerlingen voor kiezen. En dan krijgen ze naast hun 2 reguliere lessen, krijgen ze dus 2 uur extra sport in de week. Op de maandag het 5e en 6e uur.
Dat doen ze eigenlijk de onderdelen die we in de normale les ook doen, maar dan gaan ze net even een stapje verder. Maar er zijn ook onderdelen die we aanbieden die niet in de normale les aangeboden worden. Mm-hmm. En dan moet je denken aan tafeltennis, turn in de turnhal, boksen, crossfit en natuurlijk het skiën en snowboarden. Ja. Dat lijkt me nogal een uitdaging. Misschien een rare vraag dan, maar moet je dan eigenlijk al goed kunnen sporten om met de sportstroom mee te kunnen doen? Je hoeft niet een hele goede sporter te zijn om met de sportstroom mee te kunnen doen. Het is zo dat we in ieder geval wel willen dat je er plezier in hebt en dat je graag wil. Mm-hmm. Dan kunnen we in principe alle leerlingen van alles leren. En dat gaat op eigen niveau. Dus we proberen de leerlingen uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Ja, precies. Dus het gaat niet zozeer om, hè, iedereen moet op hetzelfde eindpunt uitkomen. Nee. Iedereen moet het gevoel hebben dat hij zich ontwikkeld heeft. Juist. Op zijn eigen niveau. En steeds een stukje beter wordt in het bewegen. Ja, inderdaad. Mooi gezegd. Ja. Hartstikke goed. Hey, de dag vordert gestaag. We hebben een les Frans gezien. We hebben een les gymnastiek gezien. Ik denk dat het tijd wordt voor even een korte pauze. Na de gymles start de eerste pauze. Deze pauze duurt 20 minuten en geeft iedereen de tijd om bijvoorbeeld boeken te wisselen en een broodje te eten. We zien dat Nout en Femke van de gelegenheid gebruik maken om even langs het brugklasdomein te lopen. Hier zit Esther, die eigenlijk een beetje gezien kan worden als de RSG-moeder van alle brugklassers. De brugklassers kunnen met al hun vragen bij Esther terecht. Esther of Diana, haar collega, zitten vrijwel altijd in het brugklasdomein. Dit is een speciaal ingerichte ruimte waar de brugklassers rustig kunnen werken. Het derde uur staat er een mentorles op het programma. Hier zien we een bekende. Naast gymdocent is Barry ook mentor in de brugklas. We zien hem hier in actie tijdens de les met als onderwerp hoe moet je plannen. Ja! Weer een heel ander onderdeel van zomaar een dag in het leven van een brugklasser. En Barry, we zien je opnieuw. Zeker. Je bent docent lichamelijke opvoeding, je bent bij de sportstroom en je bent dus ook mentor. Inderdaad. Kun je even uitleggen, waar zaten we naar te kijken in het filmpje? Nou, in het filmpje waren we de leerlingen aan het helpen met plannen. En dat is vaak een moeilijk punt voor ze, want het huiswerk en het leerwerk zijn ze op de basisschool nog niet echt gewend. Ze krijgen natuurlijk misschien kleine beetjes of misschien een topografie die ze moeten oefenen. Alleen op de middelbare school wordt het natuurlijk wel wat meer. En we starten met hele kleine beetjes. Dus we proberen het wel rustig aan op te bouwen voor die leerlingen. Maar uiteindelijk wordt het wel meer dan ze gewend zijn. En dat moeten ze wel goed kunnen verdelen over de tijd. Zodat ze weten wat ze moeten doen. En dat ze niet te laat beginnen. Zodat ze niet in de stress raken en goed overzicht bewaren. Ja, en daar is de ene leerling, heeft daar meer hulp bij nodig dan de andere, kan ik me zo voorstellen. Ja, de ene leerling die pakt het wat sneller op dan de andere leerling inderdaad. Maar uiteindelijk vindt iedereen daarin wel zijn weg. En ze doen het allemaal een beetje op een eigen manier. Zeker. Ja, ja. Hartstikke goed. Hey, en naast helpen met plannen, wat zijn nog meer de dingen waar je mee bezig bent in zo'n mentorles? Ja, eigenlijk begint het mentorles begint eigenlijk al als de leerlingen bij ons vanuit de basisschool bij de kennismakingslessen op bezoek komen. Want dan leer je klas al kennen. En dan maken ze al contact met elkaar en dat pakken we eigenlijk door tijdens het brugklaskamp. En in de eerste periode van de mentorlessen staat puur in het teken van samenwerken. Om er een leuke en goede klas van te maken met een goede werksfeer. Gezelligheid is belangrijk, maar het is natuurlijk ook gewoon een goede basis om te presteren. Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Ik zie de persoon naast me instemmend knikken. Ik was nog heel eventjes vergeten om je voor te stellen. Welkom aan tafel, Martijn Waaldijk, docent geschiedenis en ook mentor in de brugklas. Ja, dankjewel. Hartstikke goed. Ja, ik zag je instemmend knikken. Aan jou de vraag eigenlijk. Hè, wat doet een mentor wanneer een leerling bijvoorbeeld blijkt niet zo goed te zijn in een bepaald vak? Ja, ik denk, wat Barry natuurlijk zei, het gesprek wat je hebt met die leerling is een belangrijk startpunt. We hebben flex, een flexibel uur, zoals het eigenlijk heet. 5 verschillende vakken, en dat krijg je eigenlijk al een soort van bijles. Kun je dus in dit geval een probleem wat je hebt gelijk in de week al oppakken. Dat is een mogelijkheid. We hebben in de brugklas ook tutoren. Dat zijn eigenlijk bovenbouwers die de brugklassers helpen eigenlijk heel breed op allerlei vakken in te zetten zijn. En dan kunnen ze op die manier bijles krijgen.
En ook natuurlijk via de collega's zou dat kunnen. Dus eigenlijk heb je een heel vangnet om zo'n leerling heen te zeggen, nou, ik snap helemaal dit vak niet. Voordat we echt helemaal roepen, nou, wij ook niet, want we weten niet wat er aan de hand is. Genoeg mogelijkheden om een probleem op te lossen. Ja, die opmerking van wij kunnen je niet helpen, komt eigenlijk gewoon niet voor. Nee. We blijven zoeken naar mogelijkheden om kleine stapjes, ja, een deel van het probleem behapbaar te maken. Zeker. Om het zo te zeggen. Een vraag voor jullie beiden en bepaal maar even wie van jullie hem beantwoordt. In jullie ervaring, hè, wat vinden brugklasleerlingen nou echt heel spannend op die nieuwe school? Ja, je gaat hem aan ons vragen, maar volgens mij... Ja, ik ga straks uiteraard dezelfde vraag aan Nauta Vendt stellen. Goed. Ik denk dat heel veel kinderen vooral die berg van huiswerk en die spanning van al die nieuwe kinderen, dat ze dat in het begin echt het alle engst vinden. Van oh ja, die nieuwe school en hoe gaat het wel niet zijn? En dat is eigenlijk volgens mij wat wij proberen zo snel mogelijk weg te nemen, die spanning. Zeker, ja. Ja? Ik ben het daarmee eens. En ik denk ook dat het wel belangrijk is dat leerlingen gewoon zichzelf blijven op de middelbare school. Omdat ik denk dat dat het beste werkt. Als je nieuwe vrienden wilt maken en als je er gewoon een leuke klas van wilt maken, is het belangrijk dat iedereen weet wie die is, wie die wil zijn en dat ook uitstaat naar anderen. En dat krijg je ook terug, denk ik. Ja, nou ja, je zei het al, hè? Nout en Femke, onze ervaringsdeskundige. Herkennen jullie wat meneer Waaldijk zegt over wat er dan heel spannend is op die nieuwe school? Ja, het is gewoon een beetje wennen, vooral ook omdat je nu ineens met heel veel kinderen bij elkaar zit. Want normaal de basisschool was het altijd wat minder. Mm-hmm. En het rondlopen van een klasse is ook nog even wennen aan het begin. Maar je raakt wel snel gewend aan. Ja, gelukkig. Hey, en dat huiswerk, Nout? Valt het mee? Valt het tegen? Nou, het is wel... Sommige dagen is het veel, maar je kan ook bijvoorbeeld een week... Dan heb je soms bijvoorbeeld maar 3 vakken om huiswerk te doen in 5 dagen. Maar soms heb je ook 3 vakken om huiswerk te doen op 1 dag. En dat is dan wel evenveel, want dan misschien moet je nog voetbal trainen of zo. Of tennis, volleybal. En dan moet je wel een beetje goed kunnen plannen om te weten wanneer je wat moet doen. Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt, hè, want er gebeuren ook dingen buiten de school. En die zijn ook belangrijk om door te kunnen laten gaan. Dus dat plannen waar meneer Dammers het dan over heeft, is dat dan de truc? Is dat dan de manier waarop je daar steeds beter mee leert omgaan? Ja, ik denk wel. Ik doe meestal gewoon per week, denk 10 minuutjes duur ik erover om voor iets van 2 dagen te plannen of zo. En dan ga je kijken wanneer heb ik wat en wanneer kan ik dat doen. Hoeveel kan ik daar op die dag doen en hoeveel op die? En dan uiteindelijk kan je het dus denk wel afkrijgen. Wauw, nou, het klinkt geweldig. Het klinkt echt alsof je het al onder de knie hebt. Of gaat het ook wel eens mis? Ja, soms gaat het wel mis. Dan skip ik bijvoorbeeld het leren van een toets omdat ik te weinig tijd heb. En dan doe ik de volgende dag, moet ik dan weer heel veel doen. Ja, ja. Nou ja, dat gebeurt dan een keertje. Hè? En ook daar leer je dan weer van. Denk ik wel. Hartstikke goed. Hey, dank jullie wel. De dag van Nout en Femke gaat verder. Ik ben benieuwd waar we nou weer gaan uitkomen. Het vierde uur staat de biologie op het rooster. Deze les wordt gegeven in ons laboratorium. Want er staat een practicumles op het programma. De docent van Nout en Femke is meneer Appelman. Die hier uitlegt wat de bedoeling is. Vervolgens mogen de leerlingen aan de gang met de microscopen. En die docent Rick Appelman is inmiddels aangeschoven aan tafel. Hartelijk welkom. Dankjewel. En goed dat je er bent. En naast jou zit Maaike Buisman. We komen straks bij jou. Rick, om met jou te beginnen. Ik heb al een heleboel nieuwe vakken gezien langskomen vanavond. Maar biologie is ook een nieuw vak voor die brugklassers. Wat kunnen ze bij biologie verwachten? Biologie gaat eigenlijk over de studie van het leven. Dus alles wat met het leven te maken heeft, maar ook alles wat met dood te maken heeft. Oh. Dus we hebben het over het menselijk lichaam, maar ook over planten, over dieren. Femke en Nout hebben volgens mij vandaag zelfs nog een toets gemaakt over alle zintuigen. Dus dat.
dus dat. En nog veel meer. En nog veel meer, ja. We doen ook practica bijvoorbeeld. Je zag net al op het filmpje de microscopen langskomen. Ja. Daarbij is tekenen heel belangrijk, dus dat komt langs. Krijgen ze ook cijfers voor natuurlijk. Dus theorie en praktijk, ja. Hartstikke goed. Hey, Nout, wat was er te zien onder die microscoop? Wat lag eronder? Ja, een soort smiley. Een soort smiley? Ja. Levend of dood? Ja, gewoon een soort plaatje of zo. Oké, en wat was dan de bedoeling, Femke, van die smiley? Nou, we hadden zeg maar een klein smiley stond er en die moesten heel precies natekenen met ook de inktvlekjes erbij. Okay. We zagen hem van heel dichtbij. Oké, dus het was leren werken met de microscoop. Ja. En ging dat goed? Ja, op zich wel. Ja? Nout, ben jij ook? Ja. Alles goed gegaan? Ja. Alle tekenregels gevolgd? Nee. Nou ja, hè? Er moet altijd een beetje ruimte voor verbetering zijn, toch? Hartstikke goed. Hey, Rick, dit is een beetje de rode draad door veel van de collega's hier vanavond. Naast docent biologie doe je ook nog andere dingen op deze school. En een van die dingen, dat is het zijn van docent science en ICT. Hè, een van de vier stromen die hier gekozen kunnen worden. Ja. Leg uit, wat is science en ICT? Science en ICT gaat over de natuurwetenschappen. Dat is het stukje science. Daar zitten eigenlijk de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde in. En ICT, zeg ik altijd, is alles wat met computers te maken heeft. En tegenwoordig natuurlijk ook je mobiele telefoon. Wat je nu ook op het scherm ziet bij science, doen we allerlei proefjes. Hier zijn we bezig met verbranding bijvoorbeeld. We hebben geloof ik ook een plaatje van het stukje ICT, waarbij we met Lego Mindstorms robots maken. Eerst zetten ze dat in elkaar, maar er zit ook weer een computerkastje bij die ze dan vervolgens aan de computer kunnen koppelen, waardoor ze dat ding kunnen programmeren. En dan kan je van alles maken, dus spinnen, een scorpioen, mensachtige, maar ook auto's, hijskranen. En die kan je dus ook van alles laten doen. Super tof. Mooi. En ik durf bijna niet te vragen, maar gaat dat ook wel eens mis? Dat gaat heel vaak mis, maar dat is juist onderdeel van het leren. Hè? Ja. Dus dat is ook geen probleem, zolang ze maar eigenlijk doorzettingsvermogen tonen. En echt leren van wat ze dan fout hebben gedaan. Ja. En bij programmeren, daar zie je nu ook weer wat van op het scherm. Het maken van een game, ja, daar gaat het heel vaak mis. En soms is dat gewoon eventjes een typfoutje. Maar dat is ook iets wat je onder de knie moet krijgen. Ja, hartstikke goed. Niet te snel willen stoppen, niet te snel uit het veld opgeven. Laten slaan. Niet opgeven, net zolang totdat je hebt wat je wil hebben. Ja. Goed zo. Absoluut. Hey, en is er dan ook een bepaalde karaktertrek die veel Science ICT leerlingen gemeen hebben met elkaar? Wat voor kinderen zitten er in die stroom? Ja, meestal wel kinderen die echt een interesse hebben in proefjes, in de wetenschap. Vaak hebben ze zelf echt al heel veel kennis van toch een beetje biologie vanuit de basisschool of vanuit huis mee. En natuurlijk, als je het leuk vindt om met computers te spelen, dan is dit helemaal voor jou. Ja. Hartstikke goed. Hey, dankjewel. In de dag van Nout en Femke is het inmiddels 1 uur 's middags. En dat betekent, zoals we dat hier op deze school noemen, grote pauze. De leerlingen van de RSG hebben nu pauze. Die houden de meeste in de grote aula. Voor de brugklassers is er een speciale aula ingericht waar alleen brugklassers mogen komen. Dat is natuurlijk het eerste jaar wel zo fijn. Na een half uur zit de grote pauze er helaas weer op. Het laatste uur op het rooster van Femke en Nout is vandaag het vak techniek. Dit wordt gegeven in onze speciale creatieve hoek. Naast techniek wordt hier in de brugklas ook handvaardigheid, tekenen en muziek gegeven. Ja, 5e uur na de grote pauze, broodjes naar binnen gewerkt en voor de tweede bel in het leslokaal. En voor Nout en Femke is dat een les techniek. En om precies die reden is al even eerder aan tafel aangeschoven Maaike Buisman. Welkom en goedenavond. Jij bent technisch onderwijsassistent van de creatieve vakken. Ja. De leerlingen zijn bij jullie altijd lekker bezig met tekenen, handvaardigheid, techniek. En ook tijdens de kunst- en cultuurstroom komen ze bij jou, in jouw deel van de school, komen ze langs. Misschien een beetje een gekke vraag om mee te beginnen, maar ja, toch wel. Ze werken met best gevaarlijke apparaten bij jou in het CREA-lab. Hoe zorgen jullie er dan voor dat dat zo veilig mogelijk gebeurt?
Nou, in eerste instantie gaan de eerstejaars niet gelijk met al die machines werken. Dat bouwen we heel goed op. We hebben een goede uitleg voor. En ja, ze beginnen eerst met figuurzagen, dat soort wat kleinere dingen. En dan pas gaan we verder in de wat grotere stappen. En daar krijgen ze een goede uitleg over. Want anders wordt het inderdaad gevaarlijk. Maar met een veiligheidsbril en haar in een staart. En er staan bordjes bij de gereedschappen. Ja. Dus eigenlijk gaat het altijd wel goed. Eigenlijk gaat het helemaal goed. Als je goed luistert naar de instructies en geen dingen doet waarvan je misschien van tevoren een klein beetje weet van dit zou gevaarlijk kunnen worden, dan komt het allemaal wel goed. En als ik het zie, dan pak ik ze wel even aan. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Hey, en ja, de creatieve hoek van de school, weer een hele andere een ander deel van de school. Sommige leerlingen vinden dat creatieve nou, best een uitdaging. Hun talenten liggen weer op andere plekken. Maar ik kan me ook zo goed voorstellen dat je in die creatieve vakken ook een heleboel leerlingen enorm ziet opbloeien. Met de prachtigste dingen als resultaat. En ik heb me zelfs laten vertellen dat je het een en ander aan hele mooie voorbeelden bij je hebt. Ja, zeker. Nou, in het eerste jaar maak je sowieso altijd een kistje over jezelf. Dus dan ga je je voorstellen. En dat is heel erg leuk. Daar kan je heel veel dingen mee doen. Met verf, klei. En dan kunnen we precies zien wat jouw interesses zijn. En waar jij je happy bij voelt. In wat een soort creatief zelfportret. Ja, een soort creatief zelfportret inderdaad. Ja. Hartstikke goed. En wat nog meer? Nou, wat nog meer. Bij techniek maak je bijvoorbeeld een pennenkistje. En daar moeten wel een aantal eisen aan voldoen. En dat zijn de houtverbindingen natuurlijk. Dus die worden je keurig uitgelegd. Hartstikke goed. En nog een derde mooi werkstuk. Ja, met een leuke groep vrienden en vriendinnen ga jij helemaal iets van keramiek maken. Met klei. En dat gaat ook echt de oven in. Dat ga je zelf glazuren. Hartstikke goed. En dit soort dingen zie ik ook her en der in de school aan de wand hangen. Ja, dus daar zijn we hartstikke trots op. Ja, er wordt gewoon het hele jaar door wordt er leerlingenwerk geëxposeerd door de hele school heen. Ja. En dan kun je zomaar je eigen prachtige werkstuk ergens in de gang van de school zien hangen. Ja, dat is toch leuk? Dat lijkt me geweldig. Ja, dat ziet. Daar kan je trots op zijn. Ja, tuurlijk. Hartstikke goed. Hey, en jij bent ook betrokken bij de kunst- en cultuurstroom. Ja. Een van de vier stromen van deze school. Wat houdt de kunst- en cultuurstroom in? Nou, kunst en cultuur is iets waar je lekker je creativiteit in kwijt kunt. Dus er zijn van het maken op de naaimachine een tas bijvoorbeeld, wat je ook verft. Of een keramieke beeld. Maar ook een keramieke lamp wordt er gemaakt. Maar ook de kast bijvoorbeeld, waar je je acteertalent in kwijt kunt. Ja, heel veelzijdig. Heel leuk. Ja, en ook een beetje dezelfde vraag die ik net aan Rick Appelman stelde. Over wat voor soort leerlingen kom je nou tegen in die kunst- en cultuurstroom? Ja, van allerlei. Oh, er zitten ook jongens bij ons achter de naaimachine. Dat vind ik ook zo echt leuk om te zien. En je hoeft echt niet... Je bent inderdaad hier op school om te leren. Dus weet je, als je zegt, nou, ik ben wel creatief, maar ik wil daar nog wat meer mee. Dan is kunst en cultuur natuurlijk super. Ja, jezelf laten uitdagen en doorzettingsvermogen tonen. Dat zijn de sleutels tot succes. Ja. Hartstikke goed. Naald, Femke... Elke leerling hier op de RSG kiest een stroom, naast alle vakken die iedereen gelijk heeft. Dan wel in het Nederlands, dan wel in het Engels. Femke, welke stroom heb jij gekozen? Ik heb voor kunst en cultuur gekozen. Oké, en waarom dan? Nou, het leek me gewoon heel leuk om dan gewoon creatief bezig te zijn met verschillende projecten. En dan ook veel dingen nog extra leren. Ja. Ja. Was je van huis uit ook al lekker creatief bezig en doe je dat dan nu extra? Ja, ik was soms thuis of op basisschool wel creatief bezig, maar niet zoveel als nu met kunst en cultuur, maar ik vind het juist wel leuk. Goed zo. En nog een heleboel leren en een heleboel nieuwe dingen ontdekken. Hartstikke goed. Hey, en Naud, welke stroom hoort er bij jou? Sportstroom. Sportstroom. Leg eens uit, waarom horen Naud en de sportstroom bij elkaar? Nou, ik hou heel veel van te sporten, want ik ben best wel fanatiek overal in. En ja, ik vind het ook leuk om nieuwe sporten te leren. Dus zoals snowboarden en skiën. Dat vind ik best wel leuk. En rugby, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus dan vind ik het wel leuk om eens een keer te proberen. Hartstikke goed. En zijn dat dan ook dingen waarvan je later misschien
ja, inderdaad, dat je echt op die sport zou willen gaan als lid van een vereniging of zo? Ja, sommige wel. Bijvoorbeeld bij tafeltennis leek me wel leuk. Alleen, zeg maar, want ik zit al op twee sporten, dus ik kan eigenlijk, ja. Ik kan eigenlijk geen eentje meer bij. Nee. Ja. Nee. En voorlopig ben je er ook nog niet aan toe om een van die twee in te wisselen voor tafeltennis? Nee. Nou ja, wie weet dat het misschien ook nog een keertje komt of niet, maar dat maakt toch niet uit. Hartstikke goed. Hey, techniek, de laatste les van Nout en Femke. De lesdag van Nout en Femke zit erop, het is voorbij. En dus is het tijd om naar huis te gaan. Ja, en zo ziet dus een dag in het leven van een brugklasser hier op deze school eruit. Nout en Femke, alvast dank jullie wel dat we mee mochten lopen de hele dag met de camera achter jullie aan. Er zullen wel een heleboel mensen gekeken hebben van wat gaat daar nou weer gebeuren. Maar hartstikke goed dat we mee konden voor het idee en voor het beeld. Dank je wel. Terug aangeschoven zijn de brugklascoördinatoren Bart en Sander. Mannen, we hebben vanavond al over heel veel dingen gehad. We hebben een heleboel dingen gezien. Ja. Maar zijn er nog zaken die nog eventjes verteld moeten worden? Bart? Ik denk dat het sowieso leuk om te weten is. Ik heb natuurlijk al wat verteld over tweetalig onderwijs. Dus je kan hier kiezen voor de gemengde brugklas. Of je gaat voor tweetalig onderwijs. Dus dan krijg je al die vakken in het Engels. En volgende week op 9 februari hebben we de TTO tryouts. En dat is een online kennismaking eigenlijk met dat tweetalig onderwijs. Dus heb je daar interesse in, ja, ga zeker even naar die TTO tryouts om dat ook te ervaren. Ja, en die TTO tryouts waar je het over hebt, die zijn dus vooral gericht op de leerlingen van groep 8, hè? Ja, voor de groep 8 leerlingen. En daar kan je dus opgeven via de website. Oké. En dan kan je daar woensdagmiddag op 9 februari aan meedoen. Hartstikke goed. Nou, er is vast een groep leerlingen die daarin geïnteresseerd is. Dus check de website, zou ik zeggen. Sander, voor jou ook de vraag. Hè? Waar hebben we het eigenlijk nog te weinig over gehad? Nou, te weinig weet ik niet, maar ik denk dat het wel belangrijk is om het even aan te kaarten. Is dat er binnen de RSG een groot ondersteuningsteam is. Waarbij kinderen terecht kunnen op het moment dat ze uitvallen. En de mentor, Martijn Waaldijk, had net al verteld dat ze dan in gesprek gaan, met ouders in gesprek gaan. En kijken of ze het vlot kunnen trekken, om het zo maar even te noemen. En soms lukt dat niet, is er meer hulp nodig. En dan zijn er centdocenten en ondersteuningscoördinatoren die met ouders, kind en mentor in gesprek gaan. En dan echt een plan van aanpak maken om structureel een leerling te begeleiden. Oké, en wat is een centdocent? Een centdocent is eigenlijk het is meer een leerlingondersteuner, is denk ik een beter woord. Voorheen heet het cent. En special educational needs, dat is een beetje een ouderwetse term. Het is meer dat de leerling extra ondersteuning nodig hebben. En docenten zijn speciaal opgeleid om die ondersteuning te bieden. Ja, en ik heb zelfs begrepen dat we hebben hier binnen het brugklasdomein, of aangrenzend aan het brugklasdomein, waar we hier vanavond overigens zitten. Het lijkt er hier heel anders op dan op een normale schooldag. Maar aan dat brugklasdomein vast zit ook een stukje ruimte waar dat ondersteuningsteam beschikbaar is. En waar leerlingen ook terecht kunnen op het moment dat het nodig is. Klopt, dat heet het SUUT. En daar kunnen kinderen terecht op het moment dat ze vastlopen en extra ondersteuning nodig hebben. Daar gewoon even behoefte aan hebben. Ja. Hartstikke goed. Mannen, dank jullie wel voor deze avond. En dank je wel voor de informatie die jullie gegeven hebben. En dat brengt ons aan het einde van deze bijzondere uitzending. Ik bedank net Bart en Sander, maar ik wil eigenlijk alle collega's die hier vanavond aan tafel hebben gezeten, wil ik hartelijk bedanken. Ze zitten achter de tafel verspreid en ze hebben u hopelijk een heleboel nuttige en leuke informatie gegeven over het hier op school gaat. Ja, en als ik dan toch mensen aan het bedanken ben, Femke, Nout, zonder jullie had deze avond niet geweest zoals hij is. Nogmaals, dankjewel dat we mee mochten lopen met een dagje in jullie schoolleven. En nog veel meer bedankt dat jullie hier aan tafel wilden zitten vanavond. En ons wilden meenemen in hoe het is om een brugklas te zijn op de RSG. En ik vind dat we even mogen applaudisseren. Dank jullie wel.
Ik weet zeker dat wij u vanavond een hoop nuttige en vooral ook interessante informatie hebben gegeven over de school en alles wat daarbij hoort. Heeft u nou een vraag die niet beantwoord is vanavond? Stel hem dan in de chat, die hoort bij deze live-uitzending. Of neem op een later moment contact op met de brugklascoördinatoren Bart en Sander. Alle contactinformatie van hen vindt u op de website van de school. En op de website van de school vindt u ook informatie over de persoonlijke rondleiding waar u zich nog steeds voor kunt inschrijven. Een mooi kijkje in de wereld die de RSG is. Ik wens u en uw kind heel veel succes bij het maken van de keuze voor een middelbare school. En wij gaan eruit met een laatste knallende sfeerimpressie van de RSG. Party every day, and I'm feeling woo.
Gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night.